Hoi en welkom bij deze video. Ik ben Anna-Sophie en ik ga jullie uitleggen hoe je een nieuw boekjaar aanmaakt in SAP Business One. Als eerste gaan we een periodeteken aanmaken. Dit doe je onder beheer, definitie, financiële boekhouding, periodetekens. We gaan naar 2021, dus vul hierin 2021 en klik op actualiseren. Als je dit hebt gedaan, is je periodeteken aangemaakt en kun je verder met het aanmaken van een nieuw boekjaar. Dit doen we weer onder beheer, systeeminstellingen en kies dan boekingsperiode. Je ziet nu een schermpje met daarin de boekingsperiode van de afgelopen jaren. Wij gaan een nieuwe aanmaken, dus kies rechts onderin voor een nieuwe periode. Wederom, we doen dit voor 2021, dus voer bij de periodecode 2021 in en bij de naam van de periode ook. Je moet nu kiezen van welke deelperiode je gebruik wil maken. Als je op het pijltje klikt, zie je dat je kan kiezen voor jaar, kwartalen, maanden en dagen. Heb je in het verleden gebruik gemaakt van jaar en kwartalen, doe dat dan nu weer. Wij kiezen voor maanden omdat dat het meest voor de hand liggend is. Dan zie je dat het aantal perioden al wordt ingevuld en hoef je bij het periodeteken alleen nog even 2021 te kiezen. De boekingsdatum staat ook goed, maar de vervaldatum en de documentdatum gaan we aanpassen. We leggen je van de begindatum in een jaar eerder en de einddatum een jaar later. Dit doen we zodat je bijvoorbeeld in januari 2021 nog een factuur van december 2020 kan inboeken. Dus bij vervaldatum kiezen wij voor 1 januari 2020 en de einddatum daarvan wordt dan 31/12/2022. Vul hetzelfde in bij de documentdatum. Als je dat hebt gedaan, kun je op toevoegen klikken. En zie je dan ook in het voorgaande schermpje dat je boekingsperiodes zijn toegevoegd. Je hoeft nu alleen nog de documentnummering aan te maken. Doe dit weer onder beheer, systeeminstellingen, documentnummering. Je ziet nu alle documenttypen waarvoor een documentnummering aangemaakt kan worden. Je ziet dat er nogal aardig wat zijn, dus vandaag doen we het alleen even voor uitgaande facturen. Dubbelklik in het hokje voor uitgaande facturen. Het scherm met de serie opent zich nu. Om de nieuwe documentnummering aan te maken, moeten we eerst een nieuwe regel toevoegen. Klik met je rechtermuisknop in de lege regel en kies voor regel toevoegen. Voer bij de naam 2021 in en je kan je documentnummer verder aanmaken. Kies voor iets wat in de lijn ligt van wat je in het verleden ook gebruikt hebt. Dus heb je altijd gekozen voor het jaartal met daarachter 4 getallen? Kies dan nu voor 2021-0001. Als je op tab klikt, dan vult de volgende zichzelf al aan. En hoef je bij het periodeteken alleen nog voor 2021 te kiezen. Klik op actualiseren en dit schermpje kan weg. Nu is het heel belangrijk dat je in het voorgaande scherm ook op actualiseren klikt. Als je dit niet doet, wordt je instelling niet opgeslagen en is al je harde werk voor niets. Dus klik op actualiseren en je hebt succesvol een nieuw boekjaar aangemaakt. Maak je gebruik van een template-administratie, dan kan het zijn dat je bij het aanmaken van de documentnummering de melding krijgt dat je de maximaal toegestane waarde bereikt hebt. Neem in dat geval dan even contact op met mijn collega's van support, dan helpen zij je daarmee verder. En natuurlijk kun je hen ook bellen voor andere vragen. Dan zijn we bij het einde gekomen van deze video. Heel veel succes met het aanmaken van een nieuw boekjaar. En dan wens ik jullie alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Tot de volgende keer!